Ja. Lieve mensen, dit is echt een hele spannende race. Hoe zal dit aflopen? Wij gaan door met de laatste kuur van Michael. En Michael was natuurlijk jarenlang het gezicht van de wielersport in Nederland. Nou, vanavond zal hij zonder meer ook het gezicht zijn van Sterren Dansen op het IJs. Week na week heeft Michael weten te bewijzen dat hij als topsporter over meerdere talenten beschikt. Ja, hij is in optima forma geschoold voor de showbiz. En met zijn stralende lach danst en acteert hij op zijn schaatsen. En als klap op de vuurpijl moet hij vanavond ook nog eens de lucht in. Deze finale gaat de grenzen van het schaatsen letterlijk te boven. Michael heeft dan ook heel wat in petto. Daria en ik gaan vliegen op het nummer Raise Me Up. Het is wel heel gaaf om te doen, want je vliegt lekker over het ijs heen. Het is wel gaaf, maar ik hou er wel van dat soort dingen. Ik moet toch een beetje op mijn houding letten en zeker Daria niet uit mijn handen laten vallen, want dan valt ze toch een behoorlijk stuk naar beneden. Het schaatskoppel heeft daarom flink getraind om het vliegen onder de knie te krijgen. I always wanted to try to fly. And I think it just looks nice and matches to the music. Naast bijzonder goed leren schaatsen heeft Michael iets heel speciaals aan deze show overgehouden. Dit was een hele intensieve periode voor mij. En we hebben meer dan 3 maanden samen iedere dag op het ijs gestaan. Dus het is vanzelfsprekend dat je ook een band krijgt. En dat betekent heel veel voor mij. Ik hou er een heel goed gevoel aan over. En ik ben heel blij dat ik Daria heb ontmoet. Het schaatstalent van Michael is de afgelopen weken gestegen naar ongekende hoogten. The sky is the limit. Op het nummer You Raise Me Up is hier samen met zijn danspartner Daria. Voor de laatste keer Michael Bogert. When I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, and I am still awake here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up. Michael, dat zal je nog lang heugen, deze show. Je kan niet goed zitten met dat ding. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het ooit ook mogen doen hier met de show, een paar jaar geleden. Het is zo ontzettend moeilijk om dat te timen. En dan ook nog eens een keertje precies de lucht in te gaan. En dan ook nog leuk en zierlijk uitzien. Want er komt toch een stuk uit je overhemd vandaan. Maar ik heb er enorm van genoten. En ik dacht zo, hou je er nou wel goed vast? Want de eerste keer moet je dan wel heel gelijk goed vasthouden. Het is een risico. Ja, dit laat nooit meer los natuurlijk. En we gingen volgens mij iets te vroeg de lucht in. Ja. En dat was niet helemaal op de muziek. Dat was wel jammer, want ik had gedacht dat ik nog 2 of 3 keer moest crossoveren. Dus dat was heel apart. Maar ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk heel knap dat je het zo gedaan hebt. Ja, maar dat is wel heel gaaf om te doen zo in de lucht. Het is hoger, hè? Het lijkt dan niet zo hoog, maar het is heel hoog als je daar hangt. Hè? Ja, het is best hoog, maar wel heel leuk om te doen. We hebben geen angst gehad met deze. Ik vond het prachtig en ik vind het in deze finale show echt... Jeetje, als je dit toch zo ziet, dat is toch iets sprookjesachtigs, dames en heren. Dan mogen ze nog een applaus voor u alstublieft. Want... Het is de laatste keer dat je hier schaatst met Daira. En Michael, ik weet het ook al allemaal niet meer, maar
Het ziet er prachtig uit, maar wat gaat er gebeuren? We wachten het jurycommentaar rustig af. En ik zou zeggen, glijd er langzaam naartoe, dan komt het allemaal goed. Dames en heren, Diana en Michael Bogen! Michael, ik heb net even gekeken, want het is een heel korset wat je aan hebt. Dus dat is allemaal heel spannend en dat doet waarschijnlijk heel erg pijn daar. Doet pijn, ja, doet pijn. Je gaat meteen een stuk hoger van praten ook. Ja. Alleen het dingetje waar je echt aan hangt, daar hang ik thuis een schilderij aan op. Het is echt niet groter dan een pink. Dat is doodeng. Ja, ik zie dat ding gelukkig niet, dus ik weet het niet, maar... Ja, met deze. Ik hing wel stevig hoor, van mijn gevoel. Dus... Oh, gelukkig maar. Maar ze had je nog kunnen hebben van, je hebt me vanmiddag laten vallen, ik maak hem niet vast. Ja. Maar dat heeft ze gelukkig niet gedaan. Had ze kunnen doen, heeft ze niet gedaan. Ook, dan had ze zelf ook gevallen. Precies. Oh, nee, maar dat betekent vertrouwen voor jullie allebei. Dat wil ik daarmee zeggen. Hein, dit was heftig. Ja. Toch? Meneer Michael Bogert. Ik ga het zeggen, want... toen jij begon aan deze show, ik had het er net heel even over Jenny. Jenny begon en die was gelijk de beste schaatsrijster van allemaal. En die moet het vast zien te houden. Jij was in het begin absoluut niet de beste schaatser. En wat jij even vorderingen hebt gemaakt gedurende deze show... het bewijst het feit dat je hier in de finale staat, is fenomenaal. Het is ontzettend mooi om te zien, de beheersing die je hebt gekregen op het ijs... de manier waarop je met je partner schaatst. Je gaat uiteindelijk ook nog een keer aan een kabel hangen en je houdt haar vast. Dat geeft aan dat er een waanzinnig vertrouwen is, ook van Daria naar jou toe. Als ik op deze manier zie en ik zie jullie schaatsen, chapeau, want ik denk het waanzinnig goed gedaan. Dankjewel, Hein. Inderdaad, het vertrouwen, zo belangrijk. Dat hebben jullie absoluut bewezen. En dit was, ik zei het al, de laatste kuur van Michael. Hij heeft echt alles gegeven. En als u wilt dat Michael op volle kracht de triomf binnenhaalt, natuurlijk samen met Daria, pak dan nu die telefoon. Het is voor Michael echt het moment van zijn leven. Bel dan 09091351 of sms Michael naar 4600. Oh, wat is dit spannend. Ik ga voor je duimen. Michael en Daria! Jongen. Ja, lieve mensen, we gaan er nog één keertje tussenuit. Maar blijft u alsjeblieft kijken, want ook Jenny gaat ze nog eventjes de lucht in. En niet zo'n beetje ook, kan ik u melden. Oh, en ik zou het niet durven. Maar goed, en na die allerlaatste kuur, geloof het of niet, dan steken we gewoon het ijs in brand. Ja, blijf kijken. Dus tot zo.